Ja, de trainer heeft ons vaak genoeg gewaarschuwd dat het nog niet allemaal je van het is. Maar ik ben vanavond toch wel wat geschrokken. Jij ook? Nou ja, ik denk dat we wel goed beginnen aan de wedstrijd. Ik denk de eerste 10 minuten, kwartier dat het goed was. En daarna, ja, toen die goal eigenlijk viel, zakte het eigenlijk gelijk helemaal weg. En ja, konden we het ook niet meer oppakken. En dat baart wel zorgen bij iedereen. Hoe kan dat? Want wat je zegt, die openingsfase moet toch vertrouwen geven? Twee grote kansen, jij ook eentje? Ja, nee, klopt. Wat ik zeg, we beginnen heel goed. En dan, volgens mij komen we er één keer goed uit. En die jongen schiet hem geweldig binnen. En ja, vanaf dat moment waren we het eigenlijk kwijt. Ja, dan wordt het ook de grote verdedigers die eigenlijk al jaren met elkaar spelen. Die dan ook achteruit gaan lopen, het ook even niet meer weten. Hoe kan dat? Is dat alles met vertrouwen te maken? Grotendeels misschien wel. We zijn nog wel zoekende, dat weet iedereen. En als je dan snel 1-0 achterkomt, want je wil natuurlijk met goede intenties aan de wedstrijd beginnen. Ja, dan is dat een klap. En ja, dat zag je vandaag ook wel voor ons team. Ja, want heeft VVV hier gewoon niet verdiend gewonnen? Nou ja, ik denk uiteindelijk zijn ze op een gegeven moment 2-0 vol met rust. En tweede helft proberen we het op een gegeven moment wel te forceren en gelukkig scoren nog wel de aansluitingstreffen. Maar ik denk niet dat het daarna nog echt gevaarlijk zijn geweest voor de 2-2. Dus als je het zo bekijkt, dan hebben ze terecht gewonnen. Ja, voel je dat dan in het veld, dat zo'n slotoffensief eigenlijk aan kracht en overtuiging mist, ontbeert? Nou ja, ik heb niet het gevoel dat we kans op kans creëren. Alleen je weet, in de voetballerij hoeft maar één keer goed te vallen en dat kan genoeg zijn. Dus ja, het vertrouwen hou je altijd wel dat hij alsnog de laatste minuut erin kan vallen. Alleen wat ik zeg, we hebben vandaag niet genoeg gecreëerd. Ja, waar schort het voetballend aan volgens jou in de ploeg? Is dat dat jullie gewoon niet echt de patronen hebben? Nou ja, de patronen hebben we wel, alleen het komt er nog niet uit. En misschien hebben we het deels ook met vertrouwen te maken. En daar moeten we gewoon hard aan werken. En hopelijk kunnen we elkaar steeds beter gaan vinden. En dan moeten we zeker naartoe werken. Ja, hoe moeten jullie nou gaan spelen in de komende weken? Is dat ook met die twee spitsen centraal? Want de openingsfase van de wedstrijd stond Boeren vooral aan de linkerkant. Toen hij in de spits speelde, leek hij iets meer in zijn element. Wat zeg jij? Jij bent een beetje de stratege op het middenveld. Nou ja, ik weet niet. Ik denk dat we moeten gaan kijken met de spelers die beschikbaar zijn, hoe we het beste kunnen spelen. En trainer had voor vandaag een oplossing om Boeren iets meer vanaf links te laten spelen. Ja, wat je zegt, misschien kwam hij niet eerst al vaak genoeg in de spitspositie. Dat was al de bedoeling. Maar ja, we moeten daar zeker wel naartoe werken dat we uiteindelijk de juiste poppetje op de juiste plek krijgen. Maar merk je wel op de training, want daar ben ik niet altijd bij, dat er progressie in zit? Want er moet wel een keer een soort van schwung in komen. Ja, tuurlijk. Ja. Je bent nu twee wedstrijden onderweg. Tuurlijk moet het uiteindelijk wel gaan komen. Maar als ik naar de voorbereiding kijk, hebben we ook een zware voorbereiding gehad. En liep het ook allemaal niet zoals we wouden. Alleen je merkte daarin wel dat we wel groeiende waren. Alleen dat hebben we vandaag helaas niet doorgezet. En in die wedstrijden waren jullie in ieder geval defensief nog solide. En dat bleek vanavond ook niet. Nee, klopt. We weten dat we misschien wat moeite hebben met scoren. Dus dan moeten we zeker de nul houden. En dat gebeurt eigenlijk vandaag al bij de eerste helft niet. Je krijgt er twee om je oren. En dan is het heel moeilijk om terug te komen. Ja, werk aan de winkel, dat is de conclusie. Maar dat wisten jullie al. Ja.